Ja, dus muziek is voor mij kunst. Voor mij niet de muziek in die ik zou kopen in eerste instantie. En ik denk dat dit soort muziek, dat je daar een liefhebber van moet zijn, dat je het moet voelen. En daarom noem ik het kunst. Het is experimenteel, spiritueel ook, maar ik kan het niet echt in hokjes plaatsen. Erg kunstzinnig, want heel zijn ziel ligt daarin, dus dat vind ik wel heel mooi, hoe hij dat heeft opgebouwd. Dit is waar ik woon en waar ik me thuis voel. Veel planten en veel rommel, maar ik denk wel dat ik dat het fijnste vind om in zo'n omgeving te wonen. Zo, het hok is geopend. Dit is Karel. Karel! Wanneer we het merkten dat hij goed was daarin, of dat hij talent had, laten we zo zeggen, was op het moment dat hij bij ons kwam en zij zei van luister, ik ga stoppen met mijn studie en ik ga het zoeken in de muziek. Mietje ging toelatingsexamen doen bij het conservatorium en bij sound design. Het verwonderde ons heel erg omdat hij nog nooit een muzieknoot heeft geleerd. En bij beide is hij aangenomen. En ja, daar staan wij dus nog van te kijken. Hij zit onder contact bij Mojo. Music ja. Academy is je uitgekozen. Gaat hij naar New York? Ja. Wat voor kans krijg je dan? Dat is prachtig. En vanaf dat punt hadden we echt zoiets. Dan denk ik wel dat je de goede richting in gaat. Hey, Mitch. Moeders, hoe is het? Hi. Goed, met jou? Ja, ik heb cadeau bij. Fijn, dat was. Ja. En die hier, lekker spelen buiten op kleed. Kon je echt uren spelen met een bakje, zie je, met trommeltje. Heerlijk, hè? Ja, er werd wat afgetrommeld daar in die tuin. Nee, maar dat vond je heel fijn, lekker op een kleed zitten spelen met je spulletje. Ik raak mezelf heel snel kwijt als ik met dingen bezig ben. Want dan is het in één keer 4 uur en dan zo, oh ja, shit, morgen vroeg op. Nou, maar ik heb gelukkig geen baan of zo, dus maakt er helemaal niet zo heel veel uit. Welke is deze dan? Rudrim. Rudrim. Ik vind Sitter Rhythm vind ik ook prachtig. Het is een beetje mijn uitstapje naar dancehall muziek. Ja, mensen snappen helemaal niks van dit nummer. Dat merk ik toch uiteindelijk wel. Eentje wel. Ja, alleen mijn moeder. Het moet wel een hele specifieke avond zijn en wil het echt tot zijn recht komen en willen de mensen ook echt dansen en het heel erg waarderen. Die heb je wel. Eigenlijk alles wat ik doe, doe ik wel voor mezelf. Ik ben wel een hele egoïstische gast en het interesseert me niet zo wat mensen daarvan denken of zo. Op zich in zo'n scene is dat wel handig, want het interesseert me niet wat of mensen nou helemaal losgaan of het is leuk, maar ik doe het gewoon voor mezelf omdat ik muziek maken leuk vind. Ja, ik vind het wel fijn om even gewoon af en toe even lekker naar het ouderlijk huis. Lekker rustig en dat doet me wel goed altijd. Ja. Ik merk dat als ik muziek maak, dat er gewoon maar bepaalde dingen uit mij komen. En dat ligt altijd iets verder van de normale muziek af dan de meeste andere muziekgenres. Ik kan er gewoon niet zoveel aan doen. Ik wil gewoon lekker knutselen en gewoon gek doen. En dingen die ik voel wil ik gewoon naar buiten laten komen en het staat gewoon heel dicht bij wie ik ben, denk ik, die muziek die ik maak. Het is lekker hoor. Ja? Nou.
Ik denk, hij heeft zo zijn eigen zin, zijn eigen weg. Hij weet precies wat hij wil. Hij heeft zijn eigen pad al gemaakt. Mm-hmm. En, ja. Ja. Oh.